is natuurlijk goed om aan het milieu te denken. Maar ja, we letten natuurlijk ook op de centjes. En daarom heb ik weer een mooie rekensom gemaakt. Dit keer met een... Ja, wat is het eigenlijk? Weet u wat u hiermee kan besparen? Geen idee. Dat ga ik u vertellen. In de meeste banden zit lucht. Een laagje lucht is namelijk heel licht en werkt als een schokdemper. Als er minder lucht in de band zit, dan kun je dat merken. Op de fiets bijvoorbeeld. Ik moet heel hard trappen om vooruit te komen. Kost heel veel energie. Zeg bijna niet te doen. Hetzelfde geldt voor auto's. Als er niet genoeg lucht in de banden zit, dan kost dat ook meer energie. En meer energie betekent meer benzine. En meer benzine betekent meer betalen, maar ook meer schadelijke gassen in de lucht. Stichting Milieu Centraal heeft uitgerekend dat als iedereen met de juiste bandenspanning zou rijden, dat dat dan 226 miljoen euro per jaar aan brandstofkosten scheelt. En zachte banden gaan ook nog eens sneller stuk. We zouden met z'n allen 35.000 banden kunnen besparen. Dus dan komt er nog eens een bedrag van 1 miljoen bovenop. Met dit apparaatje kun je de bandenspanning controleren. Het is dus een bandenspanningmeter. Want als je altijd op de juiste bandenspanning rijdt, dan kunt u dus 226 miljoen euro gedeeld door 7,8 miljoen auto's is 29 euro per jaar besparen. Zo. Alsjeblieft. Dank u wel. Goed voor uw portemonnee. En voor het milieu. Dank u wel.